Goedemiddag, welkom in mijn nederige stulp. Ik ga jullie voor, hè? Ik ben inmiddels 63 jaar, maar ik voel me net een jonge hond van 20, met 40 jaar extra ervaring. Kijk. En ik ben redelijk actief in het Arnhemse. Wat doe je allemaal? Ik doe tekenen, schilderen, 3 dagdelen als dagbesteding. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief voor verschillende organisaties, waaronder Vitale Verbindingen. Ik heb 2012 een beroerte opgelopen, alleen ik ben de beroerte niet, zeg ik altijd. Ik doe ook iedere zondag koken voor de daklozen in Arnhem. Waarom? Ik vind het leuk om mensen blij te maken. En keuken is mijn passie. En voor hoeveel mensen is dat? Tussen de 30 en 40 mensen komen er gemiddeld. En op een topdag hadden we zelfs 45 bezoekers. Wow. Kook ik mijn Indische gerechten in. Nasi goreng, mi goreng, maar ook mijn pasta gerechten. En dan heb ik hier mijn schepper. Gaan we even husselen. Ik heb hier een hele voorraad met rijst. Ik kook bij voorkeur met zilvervliesrijst. Lekker gezond. Ja, als het eten klaar is, dan doe ik het inpakken en transporteren middels mijn bevangende bakker. Zo doe ik dat. Van mijn wensen is om een pand te bemachtigen, zodat ik samen met bereidwillige daklozen een soort koffie-theehuis kan runnen. Dan hebben de daklozen ook dagbesteding. Zoiets wil ik graag opzetten in de toekomst. Op zijn Nijmegen. Hoi!